tekort aan cellen wordt steeds nijpender. Daarom wordt de roep luider om dan maar 2 gevangenen in 1 cel te plaatsen. CDA en VVD willen dat. Dat zijn diegenen die veroordeeld zijn door de rechtbank voor een vergrijp waarvoor men wel een vrijheidsstraf krijgt. Dus het zijn wel zware misdrijven. Maar voor een korte tijd. U moet denken tussen de 1 en 6 maanden. Nu de eerste opwinding over de meermanscel is weggeëbt, is een periode van onderzoek aangebroken om minister Korthals-Alpes argumenten in handen te geven bij de verdediging van zijn plannen in de Tweede Kamer. Het celdelingsonderzoek is uitbesteed aan de vakgroep Toegepaste Psychologie van de Rijksuniversiteit van Leiden. Waarom Leiden? Vragen we aan de leider van het onderzoek, Dr. B. de Kemp. In de eerste plaats omdat Leiden een voortreffelijke vakgroep Toegepaste Psychologie heeft. Op het terrein van de universiteit werd ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek een proefmeermanscel gebouwd. Wetenschappelijk gezien is het een buitengewoon interessante situatie, omdat we hier nu 2 mensen kunnen zetten in een laboratoriumsituatie die je in de gedragswetenschappen zelden kunt oproepen. De inrichting van de testcel, waarmee een bedrag van €500.000 is gemoeid, werd afgestemd op de penitentie van 2 proefdelinquenten die gedurende hun verblijf in deze afgesloten ruimte worden geobserveerd door middel van videocamera's en microfoons. Wat wij nu doen is het volgende. Wij brengen 2 heren die elkaar al vrij lang kennen, zodat we die kennismakingsproblematiek kunnen overslaan. Die brengen we nu in een geconcentreerde seance van 1 dag of 3. Brengen we bij elkaar in een cel. En dan hopen wij resultaten op tafel te komen waarmee de minister de kamer in kan. De Universiteit van Leiden riep de hulp in van een reeds lang bestaand duo met een hecht relatieprofiel. Hoe houdt het verbond tussen Van Cote en De Bie zich in een meermanscel? Dat brengt mij op een belangrijk punt. Dit is en blijft natuurlijk een proefopstelling. Ja, u blijft daar voortdurend in. Ja. 3 dagen en 3 nachten. Ik kan u dan zien, ik kan u horen. Ja. Oh, ja. U blijft hier bij ons naar binnen ik kijken. Ik blijf daar blijf zitten kijken. Nou, valt er wel mee. Nou, voor 3 dagen. Voor 3 dagen. Vrijdag zijn we er weer. Ik ga ook niet bellen of schrijven, hoor. Het is een beetje vakantie. Nee, bellen kan niet. Nou, oké, okay. Dag jullie. Dag. We schrijven niet. Nee, dat doen we niet. Vincent, ben jij gewoon de papa van mama? Dag. Ben jij de baas in huis? Ben jij de man in huis? Dag. Oké, dag. Jongens, gaan jullie nou maar, anders wordt het te moeilijk, hè? Dag. Kom maar. Geen echt afscheid. Kom maar, Vincent, ja, zet hem even weg. Oké. Okay. En net op deze leeftijd, hè? 3 dagen. Dat is een goede zorg. Ja, zeg. Ja. Dag, lieverd. Dag. En schrijf nog een briefje. Oh, nee, de. Hé? Dag, lieverd. Ja, fijn. Max Imro. Max Imro. Maar jij mag wel Max zeggen. Hè? U gaat ons deze dagen bewaken. Ja. Goed. Ik hoop dat u niet al te streng bent. Ja. Nou, moeten we niet gefouilleerd worden? Dat is maar een proefje, dat stelt niks. Nee, laten we het zo echt mogelijk doen van begin af aan. Ja, dat heb ik altijd willen staan. Ja. Heren, met je veters, ruimte voor je. Ik zie dat jij er al voorbereid bent. Ja, ik heb mijn veters er al uitgedaan. Daar gaan we. In onze cel. Nog even de laatste snuif. Nu kan het nog, hè? Ja, lekker. Oké, okay. Prima. Daar gaan we. Prima, heren. Dank u. Nee. Okay. Dank u. Zo. Nou, gezellig. Want dan komen ze wel, heren. Ja. Lekker uit. Ja. De familie was ook heel tevreden. Dat wijst zich vanzelf. Dat wijst zich vanzelf wel. Oké. Ik vind alles wel. Maar we alles eerlijk delen, hè? Wij delen alles eerlijk. Ja. Bedankt. Precies om 9:00 beginnen, dan komt ook de bewaker. Die hebben we speciaal gerecruiteerd uit de koepelgevangenis in Haarlem. Dat is een van de meest geroutineerde krachten. Thank you.
vijver zit. Lengte 5. Zit vast met een knaapje. En namelijk een breedte. Even. Het fouilleringsbeleid is wat te ruim. 3. Blader heeft wat ruim gefouilleerd. Had ik bij me. Heb je dat meegesmokkeld? Knaapje. Ja, had ik van alles aan kunnen hangen ook. Mag ik houden nu, hè? Heb je er maar één? Ik had altijd niet altijd een knaapje, anders krijg je van die. Wat heb je inderdaad niet wat? Alleen een blaadje boven je nek. Heel goed. Goed! Ja, neem ik deze kant. Ja. Oké. Kijk, spekertje. Zo. Wij gaan nu de bedden opmaken. Het is nu, dat gaat u wel bij. We gaan de bedden opmaken. Ons bed gereed voor de nacht. Het leger is het ook. Ah, het is toch een paar dagen. De Brits. Het is toch gewoon vakantie. De Brits. Zijn mooie stretsers. Kijk. Een beetje weinig ruimte. Doe eens. Een kussige vijf. Ga nog eens zo staan. Kijk, als je dus in zo'n meermanszelfde bed opmaakt. Dan krijg je dat. Zo, de heren hebben hun eerste kennismaking met hun cel nu achter de rug. Ze zijn wat tot rust gekomen, maar het duurt niet lang. Sorry. Jeetje. Nou, eens kijken. Je bent onrustig om te lezen, gek hè? Toch helemaal afkicken van de bedrijvigheid. Hoe slaap jij eigenlijk? Ik slaap altijd op mijn linkerzij. Zo. Zie je? Altijd, anders kan ik niet slapen. Ja. Dus kijk, misschien is het beter. Er zit hier nog wel 2 F-malen. Schrijf eens op. Kijk, ik bedoel dit. Ik leef normaal slaap op mijn linkerzij. Zo. Hè? Ja. Dus als ik hier zou liggen. Ja. En jij daar. Dan kunnen we zo praten. Begrijp je? Oh. Dus als jij nou even daar gaat liggen. Ja, oké, is goed. Ja. Kijk, nu kijken we. Zo. Dan kunnen we zo met elkaar wandelen. Ja. Hoe slaap jij? Slaap jij op je buik, je rug? Hé? Slaap jij op je buik? Ik slaap zo. Op mijn linker schouder, zo. Wacht nou eens even. Oep, op je linker schouder. Ja. Dus? Ja, nou, hetzelfde. Schrijf eens op. Als ik daar lig en jij ligt op je linker schouder. Ja. Zo. Ben ik. Dan hou je dit. Ja. Dan kunnen we helemaal niet aan elkaar. Tenminste, we kunnen wel praten, maar niet lekker ieder op een kant, bedoel ik. Nee. Dat is geen oplossing dan. Kun je niet op rechts slapen? Nee. Ook op links? Nee. Oeh, een probleempje. Ik vind deze kant wel prettiger van de cel. Debbie. Oh, nou dan blijf jij daar liggen. Ik vind het op een of andere manier vind ik het. Maar dan wil ik wel mijn bed. Een gezellige kant. Dit bed is te kort hoor. Dit is, te kort zijn ja, ik wil wel dan mijn bed. Dat is toch allemaal dezelfde maat, die bedden? Dat zijn toch rijksstretchers? Nee, dit is duidelijk. Dit is veel korter, joh. Nee. Dat zijn precies even langer. Nee. Kom maar, zet maar even over dan. Jij wilt dus zo graag daar liggen. Nou, hou ik mijn eigen bed. Ja. Je zet er even lang, die bedden. Hier, kijk. Je zet er even lang. Zet maar overheid. Kijk. Hier is het precies even lang. Kijk eens. Het scheelt aanzienlijk. Oké, okay, kijk eens. Ja, dat scheelt. Goed, neem. Hou jij dan. Ga dan maar daar met je. Nee. Met dat bed. Jawel, dat is jouw bed. Ja, voor jou is dit toch langer? Dat is toch. Nee, jij voelt dit. Dat is mijn bed. Dat is mijn bed. Dat. Oh, ik ga even lezen. Ja, ga mij nou even lezen, joh. Het gaat om. We moeten de nacht wel even goed naar onze zin doorbrengen. Nou, niet één nacht. Dit is jouw bed. Dit is mijn bed. Zo. Dat is jouw bed. Ja. Heb je nou je eigen dekens? Of is dat nou, dat geeft niet. Daar hadden we nog niet in te slapen, hè? En niet vies van elkaar, hè? Sorry. Sorry.
Had ik er wel een en wil jij dat jasje dan meenemen met je mooie knaapje? Nee? Ja. Jasje. Gaat dan aan deze spijt. Sorry, ik wou... Ik hang het jasje nu aan mijn kant. Dit is vanaf nu mijn kant van de meermanscel. Ik blijf aan deze kant. We hebben in een... gewoon een heel redelijk gesprek uitgewisseld wat het beste zou zijn. Wie een preferentie heeft voor een bepaalde kant. En ik zei tegen wie, nou ik lig liever aan die kant. Hij zei oké, dat is goed joh. En zo zie je dat we in een samenspraak gewoon zonder conflicten tot een verdeling van de meermanscel zijn. Moet je even horen, Dat is makkelijker. Dat moet je met een aanloop. Heb je de snelheid al? Ja. Niet zo. Nou, we zitten nu in een heel speels tussenstadium. Het ziet er gewoon heel leuk uit nu, want ze zijn nu bezig aan die fysieke beleving. En dat neemt toch veel van die interne spanning weg. Dat vervliegt als het ware. Ze zijn met hun lijf bezig en komen tot een bewegingsgedrag wat zo op het eerste gezicht wat jeugdig aandoet, maar waarvan we toch gelijk kunnen zeggen, kijk, gaat die beentjes omhoog. Dat je ook ziet dat eigenlijk losstaat van kalenderleeftijd. Je zou bijna zeggen dat je ook met oudere gedetineerden dit soort spelletjes zou kunnen gaan doen. Want niet alleen dat ze zich gewoon wat lekkerder gaan voelen in die hele situatie, maar dat ze nou ook komen tot een vorm van hele spontane samenwerking. Kijk, valt toch niet mee om die lange poten omhoog te krijgen. Oké, terug. Ja, doet pijn. Maar nu, even kijken wat er nu gebeurt. Want zie je geen woede onder elkaar. Het is een vorm van, joh, niet opgeven. En ze komen nu... Kijk, tot een vorm van spontaan samen dingen doen. Ga nou ook de vloer ook benutten. Die hele cel, dat is geen vijandige omgeving meer, maar dat is een ruimte waar je met elkaar wat kan doen. Ritme heb ik, maar geen idee. Zeg het eens. Mijn naam is Simone. Nine My baby Simone. Just cares for me. Oh, ja, dus het hele oude nummer. Mag ik? My baby just cares. Ja, dan kom ik. Engel of mij? Ja. London is the place for me. London is the place for me. Nee. Niet? Nee. Zal ik het zeggen? Ja. La mer, à la zee, de long, de kolven klein. La mer, bam. Ja, Chatelain, ja. Ik ben niet zo gek op Franse chansons, daar weet ik niet zoveel van. Heb ik eigenlijk nooit veel van geweten. Zal ik eens wat bekennen? Van Franse chansons. Ik hou nog steeds van Franse chansons. Echt? Lullig, hè? Ever. Echt? Ja, ik vind nog steeds mooi. Franse chansons? Ja, en het hele sfeertje eromheen ook. Ja. Ben ik niet een ontzettende grote... Zeg het maar. Lul. Nee, heb ik geen woord. Ja, echt waar. Dat is jouw... Dat is ik kan. Vind mezelf soms een ontzettende lul. Omdat je van Franse chansons houdt? Ja. Dat is gewoon een kwestie van smaak. Dat is niet het enige. Nee, je hebt een Want paar... Want als je van Franse chansons houdt, dan is er nog meer loos. Nou, je hebt inderdaad een paar dingen die je truttig zou kunnen noemen. Ja. Maar je bent geen lul. Lul. Wie? Ja. Je bent geen lul. Absoluut niet hoor. Ja. Van Franse chansons houden betekent niet automatiquement être un lul. Een lul. Nou, hier ligt dat vraiment dan ligt u. Non. Un lul. Non, c'est le lul. Ah, ridicule. L'optima forma. N'est pas un lul, ne faites pas ridicule. Ik
vind mezelf echt. Nee, echt hoor. Nee, echt. Al. Nee. Is nou echt hoor. Ik vind mezelf soms een ontzettende klootzak. Hé, hey, ja, kijk. Ik ben in een heleboel dingen. Plu grande lune. Kutwa. Daar ben ik nu in deze dag in de lik wel achter gekomen. Je begrijpt me niet. Ik ben echt, met een term uit die sfeer. Godverdomme, waar heb ik ook nog in? Zie je ook, lul. Existentieel ben ik een lul. Dat is heel wat anders. Een existentieel lul? Ja, meer zeg ik niet. Ik ga naar slapen. Probeer ik, maar... Bie? Ja. Dat is niet waar. Maar het is voor mij een waarheid, begrijp dat dan toch? Voor mij is het waar! Ja, maar dan... Dat kan voor jou niet waar zijn, maar voor mij is het waar! Maar je bent toch nooit een lul als voor je alleen jezelf? Je kunt er ook niet zeggen, ik kan heel hard lopen... Als er niemand is waartegen je hart loopt. Nee, je bent niet alleen maar helemaal niks. Ik voel me gewoon ontzettend Lanzac, daar ben ik. Lanzac. L'enfer, ce sont les autres. Ja, ook nog eens een keer. Jasje bijhouden. Wat? Ik moet niet zo'n jasje over mijn knaap halen. Dat moet je niet doen. Dat vind ik ontzettend vervelend. Dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Niet jouw jasje over mijn jasje op mijn knaapje hangen. Wat zou dat nou... Duidelijk afspreken. Ja? Is dat nou zo erg? Nou, niet erg. Nee, maar wel hartstikke vervelend. Ik neem mijn knaapje mee. Jij hebt geen knaapje bij je. Oké. Hè? Hang dan ook niet jouw jasje. Dan kunnen we toch wel een knaapje delen? Nee, ik wil geen knaapje delen. Maar waarom dan niet? Omdat jouw jasje heeft jouw lucht, mijn jasje heeft mijn lucht. De lucht van jouw jasje deelt zich mee aan mijn jasje. Ja? Dat ruikt anders. Je stinkt niet. Nee, natuurlijk stinkt niet. Als er bij Jos Brink in werden dat 100 jasjes hangen, hè, en meneer Van der Ende zou mij blinddoeken, dan ruik ik mijn jasje, ruik ik eruit. En jouw jasje deelt zich nu mee aan mijn jasje. Dus moet je gewoon niet doen. Hè? Gewoon nee. Jouw jasje. Nee, ik zat niet. Mijn jasje. Oké. En ik stink niet, hè? Je stinkt helemaal niet. Je ruikt anders. Want ik lig niet helemaal aangekleed in bed. Dus stink ik niet. Ja, ik ga niet voor 2 dagen. Ja, maar... De volgende ochtend al, zeg. Jeetje. Gewoon niet doen. Gewoon. Jouw jasje. Aan die kant van de kamer, mijn jasje hangt hier op het knaapje, omdat ik zo verstandig ben. Dit wc'tje, dit kan toch niet. Nee. Dit wc'tje kan toch eigenlijk niet. Moet je kijken, dat is mijn eigen jasje. Dat is toch een kinder-wc? Geen genoegen mee. Zouden wij hier een andere wc kunnen krijgen met een grotere bril? 2 keer zo groot. Ik bedoel, ik weet het, we zijn proefkonijnen, maar we hoeven niet als beesten behandeld te worden. Dank u wel. Gijpje? Dan krijg jij deze wc daar. Ik neem nu even jouw wc, als dat mag. Naar mijn hoek. Situatie ongewijzigd. Waarom? De achterste was goed. Is een tijdje heeft het er heel goed uitgezien. Wat is er nou mis met mijn achterste? Wat is daar nou mis mee? Ik zeg niet dat het te dik is, maar het is wel een stuk dikker dan het een tijd geweest is. En zeker 3 keer zo dik als het mijne. Dus wat mij betreft is die wc oké. Maar geef dan maar een dubbel grote. Waarom sta je dan altijd zo aan te krabben? Aan de achterste van jou? Hè? Als die zo goed in orde is? Ik sta nooit om achterste te krabben. Altijd, constant. Altijd. Als we het daar nog aan over hebben, dan
Weet ik ook nog wel een paar. Waarom sta je altijd zo... te kuchen naar elke zin? Ik sta niet in mijn achterste komen. Ik doe oefeningen voor mijn achterste. En daar hou je dat strakke mee. En dat moet jij dus ook wat vaker doen. Dat heb je tijd gedaan. En dan heb je een beetje losgelaten. Zo. Was ik dat nou? Of niet de wind? Dat was jij. Jij hebt een wind gelaten. Nou ja, oké. Slullig. Goed. Heb ik geen tijltje, dan doe je het niet met je voeten in een tijltje. Maar door dit tijltje ga je weer met je voeten erin. Zo lekker met je voeten in een tijltje. Ah. Oh, lekker zo'n beetje krap tijltje dat je voeten ook niet helemaal lang uit kunnen in dat tijltje. Oeh, zo heerlijk is dat. Ha, heerlijk. Zo. Ah, heerlijk. Allemaal dingen die je vergeten bent, hè? Zou jij even naar mijn staartje kunnen kijken? Hey. Zou je even naar mijn staartje kunnen kijken of dat nog goed is? Dat je een beetje erbij vlecht? Oh jee. Je gaat toch ook niet een staartje nemen? Ik heb al een staartje. Heb je nooit gezien? Ik heb al een week al een staartje. Zie je? Ja, verdomme, heb ik nog helemaal niet gezien. Had je het niet gezien? Nou, joh, niet doof. Hoe vind je het? Niet een staartje. Nee, die staartjes. Dan word je gek van al die muizen die staartje dragen. Ja, dat zijn die kale mannen. Ja, precies, kale mannen. Nee, er is niks aan de hand. Ik trek het alleen een beetje strak naar achteren. Precies, maar ik heb nog allemaal haar. Dus nee, dan, niet doen. On top of that nog een staartje, dacht ik, nou, waarom niet? Gewoon leuk. Ah, jongen, je hebt zo'n prachtig haar. Hij heeft toch geen staartje in dragen? Nou, juist daarom. Dan ook nog een staartje. Moet je niet doen, joh. Even draaien. Hier, eruit. Weg met dat rottige staartje, dat lullige staartje. Moet je nou eens kijken, joh. Ik vind het fantastisch. Het staat toch leuk? Het geeft me toch iets popsterrigs? Zou een keertje gewassen moeten worden. Wat, mij? Ja. Zal ik je haar wassen? Heb je shampoo bij? Ja. Zal ik je haar eens wassen? Nou, ik vind het wel lekker. Ah, ik vind het ook lekker om te doen. Vingers. God. Jongen, dit vingers, haar. Het is toch altijd heel lekker. Anders? Lekker haar. Altijd heel anders dan met je eigen vingers. Lekker haar. Heb je een beetje shampoo? Oh, man, wat een fantastisch haar. Ha! Je moet niet zo snel, je moet een beetje langzamer. Een beetje langzamer met je vingers. Heerlijk. Oh ja, heerlijk. Hè? Ja. Is het wat? Oh, en dan maar goed weer het vijltje erbij. Zo? Oh, kijk eens. Ja, oh ja. Dat is lekker. Waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Hè? Vijf, zes. Ben ik blij dat knaapje hebt meegenomen, zeg. Oh, dat is ook lekker. Is de warmte hier? Oh, lekker lawaai. Ah, oh, lekker koel. Cool. Oh, heerlijk koel cool knaapje. Nou, nog een keer, hè. 1, 3, 5. Ik heb ook niet zo'n sterke armen als de bie, hè. De bie. Wim. Probeer jij het eens. Je hebt van die kolossale armen, dat je, kijk, zo'n dikke en dan hoeveel keer die kan draaien. Dus 1, 3, 5, ik kom niet verder dan 5. Probeer je eens? Ik had 5. Dus hier vasthouden, dat is wel. Ik had 5. Hey, dat is nou een terugval in atavistisch gedrag. Wat nergens voor nodig, maar willen ze van de bie niet had verwacht. Ik heb een lerenstreek. Een pestige treiter. Wat een knaapje, kinderen als ik bedoel. Om het stuk te maken, om gewoon stuk te maken, om kapot te maken, om verwoesten. Ik kan erbij. Ik wil niets meer. Ik blijf in. De wet gaat achteraf schrijven. Top. Onze knaapje, onze mooiste knaapje wat ik had.
echt houten knaapjes die we te krijgen. Ik heb een hele goede herinnering aan het knaapje. Toen was uit een hotel waar ik mijn vrouw heb ontmoet. Een houten knaapje, dan gaat hij dan een grote lamme rotzakken gaan kapot maken met zijn dikke kont. Waar is het nodig voor? Waar is het nodig voor? Het is nergens voor nodig. Alleen maar dat hij zo stom is geweest om een knaapje mee te nemen. Dat hij tegen kan. Hé? En dan wil kapot maken. Oh, het jaloezie gewoon kapot maken. Lange lul. Nou. Wat dit onderzoek nou zo interessant maakt, is dat we op dit soort ontwikkelingen van buitenaf kunnen gaan inspelen. We noemen dat extern manipuleren. We hebben hier hele eenvoudige voorwerpen bij de hand. Die brengen we nou in deze situatie in. En dan gaan we kijken wat er verder gebeurt. Pokkercel! Jongens, van dokter De Kef. Van dokter De Kef? Hé. Hey. Eerlijk verdelen, hè? Oké. Bedankt. Bedankt, hoor. Ja. Dag. Wel eerlijk verdelen, hè? Ja, komt voor elkaar. Zie je wel, dat het ook gezien is, dat het belachelijk was wat je deed. Hier is je knaapje terug. Hé? Zo. Nou. Ja, dat is toch niet te geloven. Je breekt een houten knaapje van mij. Ja. Mijn mooiste houten knaapje. Ja, je hebt nou weer dat wordt daar herkend als zijnde te gek voor woorden. En dan krijg ik een plastic knaapje terug. Wat zou dat Max nou, zegt nog eerlijk verdelen. Ja. Ja, en dan geeft hij mij gewoon de keuze uit drie. En dan geeft hij mij een plastic knaapje. Dat is toch niet te geloven? Oké. Dat is nou die hele mentaliteit van graaien hebben. Ja. Dan moet ik godverdomme met een plastic knaapje? Dan moet ik helemaal niet mee. Ik had een houten knaapje, dit. En dat is nog niet half zo mooi als wat ik had. Maar oké, geef dat dan uit jezelf. Je hebt nou doe dat alles uit een jezelf. Knaapje. Niet altijd meteen, ik heb het mooiste knaapje. Okay. Het is toch Kees. Mm-hmm. Niet zo lullig, man. Het is niet lullig. Dat is lullig, omdat ik het beste knaapje mij geef als er twee houten knaapjes zijn. Muurtjes bouwen, dat moeten we toch niet doen. Hé, hey Kees, zo ken ik je niet. Het is veel te kort, het knaapje. Hier, nou, je hebt een knaapje. Ja, ik heb alles een knaapje. Moet je kijken, die schouders die hangen eraf. Dat is veel te breder dan. Hey. Kees. Nee, Kees, even. Laten we dat nou niet doen, hè. Hey, we moeten nog zo lang. Ja, dat vertel mij wat. Nee, laten we dat nou niet doen. Dat hoor, helemaal niet aan moeten beginnen. Ik had het kunnen nou weten. Een knaapje? Heb je ja, een knaapje? Ja, ik heb een knaapje. Dankjewel. Frank. Moet je nog bedanken, hè, dat ik een knaapje heb? Hoe deed jij dat nou, joh, met dat knaapje? Hè? Hoe ging dat nou? Zo? Kijk eens. Ja, ik kan er niet zo goed. Maar je moet hem rechtop. Je moet hem rechtop. 1, 2. Hè? Ja, zo gaan doe jij, doe jij het. Opgaan. Doe jij het eens? Hoe ging dat nou? Hoe ging dat nou? Nou, ik wil dat ook wel leren. Ja, zo. Dat hij recht helemaal recht is. Ja. Verticaal. En dan? En dan mik je goed op de punt. Ja. Doe je... Hup! 3, 4, 5, misschien wel 6 keer. Jezus. Nee, dood is dood. Dood is gewoon dood, dan is er niks meer. Ik wil gecremeerd, mijn as verstrooid. Hup, weg. Komt één herhalingsprogramma en nou, dan zijn we vergeten. Dan zijn we echt in 14 dagen vergeten. En zo wat? Nou, gezond, zo hoort het. Je kunt niet zeggen dat dood dood is. Dood is wel dood, voor jou wel, maar voor de mensen misschien helemaal niet. Ja, maar daar heb ik dan nooit niks mee. Er ziet toch maken. Niks anders gebeuren? Dat...
bekende overleden Nederlanders, dat de mensen dat helemaal niet willen, dat, dat ze ze willen op de een of andere manier toch willen vasthouden. Met een beeld of een zo. Boek of een beeld? Ja. Nou, van mij geen beeld. Ik wil geen beeld na mijn dood. Echt. Nou, ik wel. Niets over. Ik gewoon niets over. Ik wel. Ik wil het ook zo. Ik zal zeggen, ik wil het zelf niet. Maar als de mensen zeggen, nou, een beeld van verkotende bier, dan vind ik dat ze daar recht hebben. Maar daar ben ik op tegen, hoor. Daar ben ik zwaar op tegen. Er komt van mij geen beeld, hoor, naar mijn dood. Absoluut niet. Wil ik niet hebben. Als er nou toch een comité komt dat zegt, een beeld voor Van Koten en de bier. En dan wil jij geen beeld. Dan laat ik in mijn testament vastleggen dat ik het niet wil. Nee, maar ik wel. Nou, dus daar sta ik dan. Of liever gezegd, daar sta ik niet. Dan heb ik dus ook geen beeld. Als de mensen dat nou willen. Een beeld van Van Koten en de Bie. En meneer de Bie zegt weer, van mij geen beeld. En wil dan komt er alleen beeld van Koten. Dat staat nergens in op. In brons, aan dan je kont krabbend. Een groot beeld aan je kont krabbend van Van Koten. Jongens, schijnt er uit. Als Jos Brink overlijdt, dan is dat toch al een straat. Wij zitten met z'n tweeën. Geikema is toch al een plein. Maar man, daar moet je toch aan denken. Over 5 jaar staat daar dat beeld van Van Koten zo. Dan weten ze toch al helemaal niet meer wie dat was. Nee, natuurlijk, maar Van Koten en de Bie toch wel. Ben jij vergeten, man? Jij wil geen beeld. Dan moet je nou gewoon eens aan wennen. Je bent vergeten. Nee. En dan hoort het ook. Nee. Televisie is een wegwerpmedium. Nee. En de televisiemakers verdienen geen standbeeld. Nee. Ja, zo zit het. Zo zit het. Nou. Dat is ook goed. Nee. Dat is ook goed. Vergeten. Nieuwe mensen. Ja. Dat is tijd, zeg. Moeten ze even nieuw bloed in. Nieuw bloed. Nieuw bloed. Ik wil alleen voorkomen achteraf gezeik komt over dat beeld. Dat wij dat vastleggen. Ik kan toch wel oriënterend gaan praten met Den Haag. Nu al. Gewoon om te zeggen, jongens, moet je luisteren, het is maar een geintje. Maar als wij zouden er over overlijden, hoe zit het met de uitbreidingsplannen? Waar is nog plaats? Staan wij op een lijst van Hagenaars waarvan ze zeggen, ja, dat is zeker... Maar we leven nou toch nog, Van Koten. We leven nog. Wat hebben we met onze dood te maken? Ik wil niet aan onze dood herinnerd te worden. Ik heb niks met de dood te maken. God, we mama. Leven, zeg. Hier, we leven. Kijk dan nog eens even. Hier. Is dit leven of is dit geen leven? Ja, maar leven? Ik begin toch niet over de dood? Ik wil niet dood! 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 Begin er dan ook niet over! Jij begint er toch over! God almachtig! Jij zegt, na mijn dood dat! Wie begint hierover? Van Koten moet een standbeeld in Den Haag! Nee. Naast koningin Wilhelmina! Nou, ik heb het gevoel dat de zaak wat inzakt. We moeten uitkijken dat ze nou niet in een put terechtkomen. Omdat het allemaal wat somber wordt. Nou, en dan hebben we hier zo'n moment. Wij brengen... Max! Wij brengen een externe prikkel in. Kijken wat die jongens nu met deze bal in die cel kunnen gaan doen. Max! Hier heb je hem. Ik ging een... Nee, ik wou. Sorry. De vis. Ik wou een dag uit vissen. Ik was zo moedeloos. Ik wou een dag uit vissen. Ik was zo moedeloos. Nou ja, in ieder geval van Achterberg. Fantastisch gedicht. Nou jij een gedicht. Nee? Nou jij een gedicht opzeggen. Gedicht opzeggen? Ja. Ik heb net een gedicht opgezet. Geen hit, ik hoor het. Wat is dat? Hoeft toch niet weer een experiment te ondergaan? Nee, een bal. Ja, dat zie ik ook wel. Een basketbal is dat. Nou, vind ik behoorlijk smakeloos. Een bal. Ja, aan ons een bal geven. Is dit weer een... psychologisch experimentje, de KEF, hè? Twee mannen in een cel een bal geven. Het symbool van de vrijheid, precies. Een bal. Dat we in deze doos wat gaan ballen. Dat wil jij eens rustig gaan bekijken, hè? In de vrijheid daar. Hoe wij ballen in een cel. Je had ook een vlieger kunnen laten brengen met 200 meter touw, een vlieger.
Ongeveer even schrijnend. Maar goed, dan zullen we ballen. Dit is een obscene test. Obscene. We gaan ballen. Oké, dan gaan we ballen. Lekker ballen. Hey, we eigenlijk moeten basketballen. Oh ja, dat kan ook. Oh, wacht even. Ja. De Kev. We gaan nu basketballen. Ja. Hier, kijk. Zal ik hem dunken? Ik zal hem dunken. Ja! Zijn? Ja. Ik ben hier heel blij mee. En de creativiteit. Ik geloof toch dat we hier iets mee te pakken hebben, waardoor we... Je ziet ook... Stel je voor dat je hier twee doodgewone jongens in die cel hebt zitten. Die hebben binnen de kortste keren hebben die op die muur een goal getekend. En dan heb je de hele middag geen last meer van. Honger, honger. Kwartier later, wat is er, Max? Wat is het? Klaargemaakt worden, jongen. Klaargemaakt worden. Lekker. Dat is eerlijk delen, hè? Ja. Eerlijk delen. Hoe is het buiten? Koud, hè? Koud. En dan is een lekkere joint. Een joint? Lekkere joint. Dat moet toch eigenlijk kunnen? Wel aangehaald gestoomd worden, maar niet... Dr. Kev. Ten eerste dit, we zien een beetje tuttig. Alsof wij met metaalgrote mensen bestek elkaar de hersens zouden inslaan. Dat is natuurlijk onzin, maar goed. Dat is nog tot daar naartoe. Maar als we de situatie nou volledig willen nabootsen... Dan zou het hier dus vol moeten hangen met lekkere wijven, hè, aan de muur. En dan zou het er wat te roken moeten zijn. Hè? We spelen geen winkel. Drug doen we niet, dat geeft een toxicatieve vertekening. Dan hadden we het dan ook zo echt mogelijk. De opsluitingssituatie, hè? Dan hebben we stuf... En lekkere wijven. Ja. Wim. Ja? Ben je nog wakker? Ja. Ik heb iets fantastisch. Heb je wat? Ik weet hoe we gratis kunnen rijden. Gratis rijden? Ja. Eens kijken, dit is mijn auto. Ga even zitten. Het is waterdicht. Ja. Oké. Mijn auto, we rijden. Ja. Moet tanken. Ja. Kom aan mezelf, tankstation. Ja. Ik stap uit. Ja. Ik ga lachen op 6, 7, 4, wat er vrij is. Ja. Pak hem. Gooi hem vol met super. Ja. Terwijl ik bezig ben, buk jij iets. Ja. En je schuift onder het dashboard door. En je zit achter mijn stuur. Ga ik hier zitten. Oké, okay, ik ben vol. Ja. Doe hem terug. Ja. Onthoud mijn nummer. Ik ga naar binnen. Ja. Zodra ik binnen ben, scheur jij weg. Met een volle tank. Met een volle tank. Dan zeg ik binnen. Juist. Dat was een lifter. Die gaat er vandoor met mijn wagen. Oh. Nee. Vraag tank. Ga niet op. Dan moet jij binnen toch betalen. Hè? Dacht je dat ze daar zeggen, oh god, wat sneu meneer dat uw auto is gestolen. U hebt gratis benzine. Nee, je moet gewoon betalen, vinden. Hoe was je nou? Ik bedoel, ik wil wel aan kleine criminaliteit doen, maar we moeten er niet op toeleggen. Nee, zo was hij niet. Hij was anders. Ja. Ga zitten. Naast mij. We zitten in mijn auto. Ja. We komen aan op mezelf, denk ik. Ja. Ik stap uit. Motor afzetten. Ja. Op 4, 5, 6, 8. Ja, pak hem. Vol met super. Ja. Jij gaat weer meer dan deze bedoel op mij. Jij bent uitgerekt en reed. Je bent een vuile kleine fistfucker. Hé, hey, de kef! Ik had een
gewoon. De Kev, heb je dit gezien? Ja. Heb je gezien wat hier gebeurt? Ik eis een bloedonderzoek als ik seropositief nou, blijf. Dan word ik je buddy. Dan ben jij de lul. Dan word ik je buddy. Ik wil een bloedonderzoek voor 12. Hallo. Ik wil rubberhandschoenen hier in de cel. En als dat niet lukt, wil ik 10 condooms aan elke vinger 1. Is er nog geen post? Hier, post, hier, speeksel. Hier. Schrijft niemand. Ik heb speeksel op mijn huid. Schrijft niemand. Is er nog geen post? Hier, weer. Of een mevrouw? Kijk, het zit hier helemaal vol. Vraag toch om mevrouw, vraag toch niet om jou. Zei ik niet. Tomme. Slaapwandel of zo. Een droom, jawel. Godverdamme. Had ik het niet gedacht? Al is je hoofd. Ik wil eigenlijk geen sodemieter meer met jou te maken hebben, wist je? Nou, dan niet. Sodemieter. Niet afschermen. Dit is mijn cel. Jij zoekt het verder maar uit. Even kalm aan. Jezus. Het zijn dus verdachtmakingen, insinuaties die van geen helemaal nergens op slaan. Oh, nee. Dat zijn dus insinuaties. Wat deed jij dan hier in mijn nest? Ja, godverdomme, ik was gewoon uit mijn bed gaan, uit mijn nest gevallen. Hier, kijk, dat doet hij het weer. Dat deed hij het weer. Kijk. Ayos, zeg toen niet. Het komt omdat ik niet 3 dagen dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Ben je jeuk aan mijn kont? Heb jij nou jeuk aan je kont? Nee, nooit. Als je 3 dagen van de boel loopt. Ik kom nooit aan mijn kont. Gek, hè? Nee, dat is te zien. Daarom heb je ook zo'n kont. Je moet eens aankomen. Godvergeven, dat is even een belachelijke insinuatie, man. Een beetje inhouden, doorslaan. Nou, je bent nogal een lekker type om op te vallen. Goh, als ik op een vent zou vallen, dan zou ik wel op een ander type vallen, hoor. Niet op zo'n oude lul met een dikke reet, kom. Wat smaken we ze op te vallen? Godverdomme, het eind te gek wat ik wel allemaal laat zeggen. Oké, zet de boel dan maar voor. De Kef! Ja, dit is mijn eigen hok! Dit is mijn eigen hokkie! Oké, ga naar je eigen hokkie. Zet alles van voor, ga jij maar lekker naar je eigen hokkie. Wil ik ook geen reet meer met jou te maken, maar dan ook letterlijk geen reet met je te maken hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Waar is die post? Waar is de godverdomme geen post? Waarom wordt er niet geschreven die post achterhouden, hè? In de brieven weet je wat achterhouden hier. Begrijp je wat er aan de hand is? Dan tram ik de hele zaak hier in elkaar, als godverdomme mijn brieven nou niet krijg. Dan tram ik die hele kleren zo in elkaar hier. Dat was niet de afspraak dat de post gecensureerd zou worden. Ik wil nu post van mijn gezin. Van mijn gezin wil ik post! En kindertekeningen die ook voor achterhalen! Godverdomme. Oh, die klerenbedden! Ik wil nog een meter bed! Godverdomme, ik wil een meter bed! Het ziet er misschien nou wat heftig uit, maar. Door de band genomen moet ik toch zeggen dat we hier kunnen komen tot een uiterst positieve diagnose. Wat hebben we gezien? De heren hebben in 3 dagen tijd toch veel van hun wederzijdse stigmatisering opgegeven. Onder andere door alles wat we van buitenaf eraan hebben kunnen doen. Max, ga even kijken, want misschien moeten ze ietsje eerder gelucht worden. Ja. Ik ben heel blij met dit resultaat. Je ziet toch duidelijk dat ze onderling naar een stuk emotionele harmonie zijn gegroeid. Ik acht deze onderzoeksresultaten zonder meer presentabel. Ook naar de kant van de volksvertegenwoordiging toe. Ik ben hier heel blij mee. Ik durf mijn nek hiermee aan te steken. Zie je de kef wat er gebeurt? Kies voor jou. Lokken nou. Kappen. Lul dat je er bent. Domme. Zie je nou? 30 jaar vriendschap, hè? Zijn hier in 3 dagen door de pleeg getrokken. Dat is de enige uitkomst van het hele lul-experiment. Lul-onderzoek. 2 mensen in een zaal. Hele spanningen, ja. Vind je het gek? Hey. 2 mensen in een huis. Echte lieden, met 6 kamers tot hun beschikking, die kennen al niet en hebben elkaar jaren onder ogen. Heb jij gedaan, de Kef? Hé? Heb jij gedaan? Hebben Esje Kort als Alters hier? Die heeft het gedaan! Kort als Alters, die kleine grijze. Die moet hier komen, hier! Deze deur.
Binnen 1 uur. Binnen 1 uur, kort als halt is hier. Die is zelf toch ook vorig jaar met zijn vrouw, of wat was dat? Hier, op een stoel. Dat is, hè? En denk je dat al die CDA's en VVD'ers, dat die op parlementaire zaken reizen? Hè? Dat die dan met z'n tweeën, met twee heren in de kamer gaan? Hier met, moet kort als halt. Tenzij het billenmaten zijn. Nee. Kort als halt moet hier komen voor te zitten. Voor z'n eentje een grote zwuiten. Nou, leggen we er nog. Zwieten. Leggen we er een kussentje op, voor kort als halt. Ik kan het door elkaar halen, joh. Leggen, zwuiten en zwieten, zeg ik, door elkaar. Je gaat verloederen, je wordt gek. Hier. Dat heb ik wel gezien. Nog een kussentje. Om verder toch niet te weten. Kort als altijd. Nee, dat ken ik niet bijna. Zijn beentjes te kort. Met die rechte beentjes zit er een tuiltje onder. Leggen we een tuiltje onder. Kort als altijd. Zou hier wat hebben. Meester Frits. Kleine Frits. Binnen een uur, hè? Dik dan. Gehoord, ik heb binnen een uur. Deze. Heb je begrepen, hè? Hey, Willem. Ja? Ik ben echt mijn eigen niet meer nog. Godverdomme, ik ga liggen leggen door elkaar halen, joh. Kunnen. Je gaat helemaal buiten, hè? Je gaat helemaal buiten je eigen tweetje. Binnen 1 uur hier! Ja, dat ligt aan hun daar. Dat ligt hier, dat ligt aan hun. Anders breek je de pleuris uit, hè, denk ik dan. Schat, ik heb je één en andermaal gezegd dat ik 3 dagen nowhere man ben. Ik kan er niet zijn, voor jou niet, voor niemand niet. Het is heus geen slam, hè? We zijn heus niet van die types zoals bij Sonja en bij Goedelem. Oh ja. Van de, oh, dag meneer van de onderwereld, mag ik je zeggen. Dag meneer Frits van de wereld en zo. Nee, Frits Kort als altijd, die moeten we niet hebben. Juist. Hé, ze wisten toch. Ze wisten toch. Goed joh. Ik kan scoren met dit onderzoek. Hier, binnen een uur. Jij wil mee naar Canada, ik heb daar een paper te leveren. Ja, dat kan ik niet zomaar eventjes uit mijn... Oh, nou... Ach, warm. Tijd? Ben je? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Over en uit. Afgelopen. Stop en sluiten. Geen kort als altijd. Oké. Moet je luisteren, dit is dus een actie. Een opstand. En een bezetting. Zo. Alles in één. Ja? In één keer, dat even goed duidelijk is. Afgelopen. Klaar. Verder hoeven wij geen conflictbemiddelaars. We hebben hier totaal geen behoefte aan pedofiele kinderrechters die erin gaan springen. Raadsmannen die zojuist een patiënt hebben verkracht. Oh ja. Sociaal werkers die in de vrije tijd kinderporno kijken. Lesbische advocatencollectieven, niet nodig. En van die hulpverleners, hè? Hulpverleners die zeggen, gaat u maar leggen, doet u uw ogen dicht. En dan wel hun sperma in je gezicht kwakken, hè? Wij hebben wij niet nodig. Wij zijn onze eigen raadsman. Hoeven hier niet in. Wij zijn onze eigen raadsmannen. Oké. Einde experiment. Klaar, Kev. Hier. Daar gaat-ie. Niks van te zien. Dag. Doeg. Dag, kinderen. Dag. Dag, de Kev. Nou, mazzel, hè. Zeg, Willem. Zo. Zo, Kees. Wat zullen we met die stoelen doen? Die hebben we niet meer nodig, hè? Nee, nou. Weet je wat we daarmee doen? Dat doen we dit mee. Ja. Zo. Zakken. En die tafel, daar doen we dit mee. Dan hoeven we nou niet meer in de pit, hè, die bedden. Hey, Willem. Boem, boem. Ja, hoor. Dat is even vrij. Kom op, Willem. Willem. Oh. Dag, de Kev. Ja. Daar gaat je geen hol meer aan, hoor, dat wij hier uitspoken. Dag, de Kev. Je hebt slecht gefouilleerd, die bewaker. Kijk eens hier, Willem. Hé? Willem. Oh, wat heb je daar, Kees? Dom, hè? Oh. Ik heb je niet gezien met het fouilleren. Gezellig, hè? Dat is leuk, hè? Kijk, gezellig. Dan ga ik nog even door. Het lijf van kerstmis. Ga ik nog even door met de tafel. Willem. Kijk eens wat gezellig. Kijk eens wat gezellig. Ja, dat zit erop. Ja, dit is een beetje op. Ben ik ook wel weg? Crisiscentrum, mevrouw, alstublieft. Kolonel Den Dunne. Ja, kolonel Den Dunne direct, want hij zit erop te wachten. Ja, kolonel, de Kev hier. U kunt het overnemen. We zijn ermee klaar. U bent niet de... Nee, kolonel. Dat is nu uw pakken, Jan. U zou klaarstaan met uw mannen en... Ja, goed, er is wat rook. Dan weet u waar u zijn moet. Ja. Nee. Die hebben niet meer nodig. Nee. Kolonel, ik breek even bij u in. Ik heb een en andermaal met de DG en de SG. En de DG en de SG hebben mij verzekerd, à titre personeel, dat
op dit moment mijn competentie is afgelopen. Wat er ook gebeurd is, anyhow. Wat voor een situatie. Het is aan u om deze zaak nu verder te klaren. Ik ben ermee klaar. Kolonel. Hé, hey, Ekkeltje! Hé, hey, Max! Beetje ruim gefouilleerd, hè? Beetje op aanstekers net, hè? Ja, wat is dat nou? Kom er nou af, ja. Doe niet zo flauw. Ja. Kleur op, joh. Kom er nou af. Het is een bezetting. Het is een bezetting. Ga maar. Oké. Ja! Oh, hey. Hey. In 5 pelotons krijgen ze ons hier eraf. Oh, nee. Handen en mee maar. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hier volgt een extra politiebericht. Van de hedenmiddag uit een proefcel te Leiden ontsnapte satirici ontbreekt elk spoor. Beide delinquenten zijn gewapend met een knaapje en grappen die bij onoordeelkundig gebruik dodelijk kunnen zijn. Hun signalement luidt als volgt. De langste van de twee heeft een wond aan de rechterslaap en een achterwerk van meer dan gemiddelde omvang. De kleine helft van het duo draagt vermoedelijk een haarstaartje en spreekt opvallend vochtrijk. Een ieder die opheldering kan verschaffen over de verblijfplaats van voornoemde personen, wordt verzocht de politie van haar of zijn woonplaats in te lichten. Einde van dit politiebericht.